spelen fantastisch de eerste helft, maken twee mooie goals. En daarna geven we die ene goal zo weg. Ja, dan krijgen zij weer een beetje hoop. En daarna, de tweede helft, zeiden we in de kleedkamer dat we zo door moeten gaan. Speelden we op zich niet echt beter dan de eerste helft. Maar het is ongelooflijk dat je zo die 2-2 en 3-2 tegenkrijgt. Ongelooflijk. Dus ben jij pissenheilig? Ja, niet alleen ik, iedereen. Je hebt het publiek gehoord, wij in de kleedkamer. Ja, het is echt onbeschrijfelijk dit. Dat terwijl we de eerste helft eigenlijk zeiden, wat heeft die LJ Blier in zijn water zitten vandaag? Ja, ik hoorde dat ik meer moest geven en dat deed ik ook. Ik had mijn tegenstander in mijn zakken. Andrew die kan ook heel veel hoger spelen, dus hij moest steeds twijfelen. En op een gegeven moment kwam ik elke keer in de 1-1 situatie en 1-1 situatie. En, ja. Daarna, ik had de vertrouwen, want hij hapte steeds niet door en ik denk, ja, nu ben je van mij. En, maar ja, ik heb een mooie goal gemaakt, ik heb goed gespeeld, maar ja, we hebben nu niks. Ja, want je begon jezelf met een fantastische goal. Eigenlijk daarna had je er zelfs nog één kunnen maken op precies dezelfde manier. Ja, ik had de keeper daarna gesproken. Hij zei, de eerste had ik niet gezien. Hij zei, de tweede die gokte ik op diezelfde hoek en hij pakte hem goed. En, ja, we moeten gewoon nu zo door blijven gaan. Tuurlijk, we zitten echt in de hoek waar de klappen vallen. Je ziet het. Als je zo kijkt, had je nooit verwacht dat wij deze wedstrijd zouden verliezen. Maar ja, gewoon kop omhoog en op naar de volgende week. En over die keeper gesproken, hij was een vervelend mannetje vandaag voor jullie. Ja, dat is alleen maar ervaring en balletje teruggeven aan de ballenjongen, liggen. Maar ja, hij heeft niet voor niks bij goede clubs gespeeld. Maar waarom konden jullie niet net zoveel gas geven als in de eerste helft, die tweede helft? Ja, ze begonnen beter in de tweede helft. Ze gingen meer drukken. En op een gegeven moment kregen ze ook wat kansjes. En ja, daarna kregen wij nog kansen met Daryl van Michum, Frank. Ja, daarna ligt hij weer aan de andere kant erin. Ja. Gewoon echt ongeloof, ja. Maar dan begint het ook weer een beetje vorm aan te nemen van vorig seizoen eigenlijk. Ja, vorig seizoen speelden we helemaal niet goed. En nu speel je echt gewoon goed. We komen van achteruit, we bereiken de mensen op middenveld en we gaan gewoon naar voren. En, we creëren heel veel kansen. We spelen gewoon goed. Vorig jaar was dat niet zo. We konden geen eens de bal naar elkaar en twee keer naar elkaar overpassen. En, dus op zich is het wel een verbetering. Alleen ja, we moeten gewoon over mijn lijk. Zulke goals mogen niet vallen gewoon. Ik bedoel inderdaad meer, sinds 1 december geen overwinningen meer behaald. Je zakt echt nu weg op de ranglijst. En dat zoals je zelf zegt, terwijl het spel dus niet eens zo onaardig is. Nee, we spelen gewoon goed. Alleen ja, we moeten gewoon zulke goals mogen niet meer vallen. Ook vorige week, daar zie je het, spelafvattingen. We moeten gewoon even bikkelen. En, ja. We hebben daarover gesproken en we hebben op zich een goede wedstrijd gespeeld. Alleen ja, 0 punten. Hoe krijg je over mijn lijk erin? Ja, dat doen we gewoon. We spelen op training nu kaart en duels. En, ja. We moeten gewoon zulke wedstrijden spelen. Ja, ik kan het nog steeds niet begrijpen. Eigenlijk.